mijn veegtuig bestond uit een hele grote kabel die aan drijvers ver achter het schip gesleept werd. En die moest een kunstmatig magnetisch veld maken alsof daar een schip voer. En daar reageerden dan de magnetische mijnen op. En had je ook nog mijnen die afgesteld waren, niet voor het eerste, maar voor het derde of het zesde of het achtste schip. Dan kon je dat nabootsen door te pulsen, zoals dat heet. Dus iedere keer als er dan een stroomstoot doorheen ging, dan kon die mijn tellen van dat is weer een schip en weer een schip en weer een schip. En bij de zoveelste ging die dan. Dat is het grapje van het mijnenvegen. We hadden ook nog wat we noemen hamers, die staan aan het dek. En die werden aan die grote laadbomen, ook met hele grote drijvers, dat zijn die witte dingen aan dek, werden die in het water gelaten, ook ver achter het schip gesleept. En die hamers die maakten onder water geluid voor de akoestische mijnen. Dus schroefgeruis, motorengedreun, watergeplas. Al dat soort dingen kon men hier simuleren en nadoen. En dan had je ook hoogfrequente, laagfrequente geluiden, dus er liggen twee verschillende installaties. Dat is een beetje het mijnenvegen. Je had natuurlijk vroeger ook die bollen met die stekels erop, hè? Die mijnen. En die hingen aan een ankerkabel aan een blok op de zeebodem. En dan werd er door deze schepen, dat was het echte vegen zoals het heette, een kabel tussen die twee schepen werd over de bodem gesleept doordat ze zo'n ketting, zo'n anker, geankerde mijn tegenkwamen. Dan ging daar een soort kabelknipschaar naartoe, die knipte die ketting door van die drijvende mijn, die kwam dan aan de oppervlakte en dan werd die met het kanon afgeschoten. Dus er waren eigenlijk drie soorten mijnen. Hè? Die bollen, dat zijn de contactmijnen, daar moest je tegen aanvaren voordat die ging. De akoestische mijnen voor het geluid en de magnetische mijnen voor het magnetisch veld van schepen. De reden dat dit schip volledig antimagnetisch is, dat is misschien wel duidelijk dan. Hè? Ja. Het is dus een aluminium geraamte met een houten huid. En alles wat er van metaal is, is verder of aluminium of koper of gedemagnetiseerd staal. Dus er is heel wat denkwerk verricht voor deze schepen om daar veilig mee te varen.